Ja, dank u, voorzitter. De minister merkte zojuist op dat met deze nieuwe wet, deze tijdelijke cyberwet, de uitslag van het referendum niet geweld wordt aangedaan. Maar het is toch de bedoeling juist van deze tijdelijke wet om het gerichtheidsvereiste, en dat was juist wat we binnengesleept bij dat referendum, om dat ongedaan te maken. Dat gaat toch straks gebeuren in die verkennende fase. Mensen zeggen het zelf, het hoeft niet meer onderbouwd te worden. Dus het staat ook in de stukken, dus dat wordt toch ongedaan gemaakt. De minister. Nee hoor, integendeel. Alleen bij de verkenning, dus de verkenning, dus voorafgaand aan het daadwerkelijk intercepteren, maar bij de verkenning, dus de foto die je maakt, is hier überhaupt wat te vinden? Alleen daarbij is het zo gericht als mogelijk criterium niet goed hanteerbaar. Ik ga er zo meteen nog nader op in hoor. We hebben een heel blokje dat gaat over ooginterceptie. Kijk, het gaat bij cyber heel vaak over het opbouwen van een inlichtingenpositie op basis van een ongekende dreiging. He, als een dreiging gekend is, als je weet wie je moet hebben, zijn er ongelooflijk veel andere mogelijkheden natuurlijk, inlichtingenmogelijkheden, om te weten te komen wat je wilt. Je kunt tappen, je kunt afluisteren, je kunt van alles en nog wat. Maar als het gaat over kabelinterceptie, gaat het eigenlijk over een ongekende dreiging. Eigenlijk vooraf. Het gaat over het opbouwen vaak van een inlichtingenpositie. En het gaat eigenlijk altijd over buitenland. Dus het gaat altijd over landen met een offensief cyberprogramma. Als je daar effectief wilt zijn, hebben we gezien, als je dat, de mogelijkheid tot ooginterceptie, als je die goed wilt benutten, dan zul je eigenlijk voorafgaand aan het daadwerkelijk komen tot productielasten, zoals dat dan heet. Dus daadwerkelijk komen tot interceptie of tot verdere filtering van gegevens, tot daadwerkelijk analyse van gegevens, zul je eigenlijk eerst een foto moeten maken. Wat is eigenlijk waar te vinden? Ik ga dat straks nog goed uitleggen hoe dat proces in elkaar zit. En alleen daarvoor wordt nu gezegd, nee, daar moet, als je de last aanvraagt, of als je de opdracht geeft tot een last, want de minister geeft dan opdracht daartoe, en als die opdracht wordt getoetst op rechtmatigheid door de TIP, dan is dat zo gericht als mogelijk criterium gewoon niet bruikbaar. Want dat is per definitie niet gericht. Het is namelijk een foto om te kijken wat je waar kunt vinden. Nog voor het moment dat er überhaupt iets van inlichting naar boven komt. De heer Van Houweling. Dus nou, dank. Het is fijn in ieder geval om te horen dat de minister dus ook toegeeft dat in die verkennende fase het gerichtheidscriterium wordt losgelaten. Dat daar eigenlijk ook alle remmen verdwijnen. Dat alles getapt kan worden. En dat het daar in die fase wel degelijk mogelijk is. En dan gaat de minister straks nog verder op in. Maar dat stellen we hierbij even vast. En dan nog één. Nee, nou, dan hoor ik dan straks hoe de minister. Nou, oké, waarom niet? Omdat u het formuleert als alle remmen los. Wel nee. Er is een hele lange lijst aan zorgvuldigheidsvereisten. Helemaal niet alle remmen los. Alleen wel de diensten in staat stellen om hun zegenrijke werk te doen. Dat wel. En op dit moment lukt het de dienst niet om dat zegenrijke werk te doen, waartoe de wet en de wetgever ze wel een opdracht heeft gegeven. Dat is het punt. Ga ik straks inderdaad nader op in, maar vat u mij niet verkeerd samen. Dat deed u net wel en daarom corrigeer ik het even. Dank u wel. Heel kort even afsluiten. Op dit punt, hè? U heeft nog meer vragen, die komen zo. Nou ja, op dit punt, ik heb eigenlijk een vervolgvraag, maar dat heeft ook betrekking op kabelinterceptie. Dus zien we het, dus hier komen we nog op terug met elkaar, denk ik. Want hier zijn we nog het laatste woord over gezegd. Maar klopt het dat, want de minister had het ook over toezicht, dat de CTIVD, heeft het CTIVD binnen toezicht op ooginterceptie of de kabeltaps? Is daar op binnen toezicht? Ja of, dus een ja of nee vraag. De minister. Nee, daar kom ik ook zo meteen op terug. De CTIVD krijgt binnen toezicht op datgene wat je dat je niet meer voorafgaand laat toetsen door de TIP. Dus daar waar je de toetsing vooraf door de TIP niet meer hebt, dat is bijvoorbeeld op het bijschrijven of op alle technische risico's weergeven, alle denkbare technische risico's weergeven. Die twee elementen bijvoorbeeld bij het hacken, daar heb je geen voorafgaande TIP-toets meer, maar daar heb je een bindend toezicht door de CTIVD daarvoor in de plaats. Ja, u kijkt mij aan alsof u nog wat wilt zeggen. Omdat het is een hele simpele vraag. En het is een hele belangrijke vraag. En ik krijg geen. Dit zou toch, voorzitter, een ja of nee antwoord moeten kunnen zijn. Of het is wel zo of het is niet zo. Dus ik lees de vraag nog één keer op. Als het mag met uw toestemming, voorzitter. Heeft de CTIVD bindend toezicht op de ooginterceptie of kabeltaps? Ja of nee? De minister. Het is vrij simpel. Het staat namelijk gewoon in de wet die u heeft gelezen. En in de wet die u heeft gelezen staat, de CTIVD krijgt bindend toezicht daar waar de voorafgaande TIP-toets komt te vervallen. Daar krijgt de CTIVD in de plaats daarvan, krijgt de CTIVD, in plaats van het bindend toetsen vooraf door de TIP, krijgt het CTIVD krijgt bindend toezicht tijdens de operatie. Excuus, voorzitter, dit is geen antwoord op de vraag, toch? Nee, maar daar moet u het voor nu wel even mee doen. Dit vind ik dus punt van orde dan. Dit vind ik dus kwalijk, want ik krijg geen antwoord op een hele duidelijke vraag. U heeft uw punt gemaakt.